Nou, hallo allemaal. Zoals jullie kunnen zien sta ik nu in een andere ruimte dan normaal. Want dit wordt mijn atelier. Niet helemaal. Een deel wordt ook van mijn vader. Maar het grootste gedeelte krijg ik. Dus dat is echt super leuk. En hier kan ik dus ook workshops gaan geven. En dit wordt dus ja, mijn nieuwe werkplek eigenlijk. Dus ik ga wel vandaag eigenlijk verf gaan halen. Zodat ik morgen kan beginnen met verven. En dan ga ik beginnen met deze muur en daarbij de poort. En het wordt waarschijnlijk een groenachtige kleur. Want ik wil een beetje de kleuren blijven als mijn huisstijl. Dus een beetje zoals op de website met een beetje oud roze en groen. Dus dat komt eigenlijk hier, de groene wand. Daar ga ik mee beginnen. En de roze, oud roze, komt dan eventueel hier. Want dat is maar een iets kleiner stukje. En ik wil ook niet dat het te zoetsappig wordt. Dus daarom doe ik over het algemeen het meeste gewoon groen. Maar het is een hele grote muur. Dus daar zal ik wel even wat uurtjes mee bezig zijn, denk ik. Het scheelt wel dat ik hier niet wel die vlakken ga doen. Dus ik denk dat ik qua tijd even lang bezig ben als op de zolder. Alleen dit is wel een grote oppervlakte, maar gelukkig wel maar in één kleur. Dus ik ga nu hier beginnen met deze muur leegmaken. Want hier staat van alles. En dan ga ik denk ik al maar misschien een beetje beginnen met aftepen, afhankelijk van hoe laat het is. En dan straks verf halen. Nou, het is vandaag maandag en ik ben weer flink aan het schilderen in het atelier en ik ben gisteren was ik aardig opgesloten. Het is wel iets meer werk dan ik had verwacht, maar dat komt omdat het zo'n grove muur is. Dus gisteren heb ik dit stukje maar gedaan. En nu ben ik denk ik een uurtje bezig en heb ik dit stuk al gedaan. Dus nu ga ik hier steeds een stukje omhoog en dan ga ik gewoon kijken tot hoe ver ik kom, want voor echt hier in die punt, daar heb ik de hoge ladder voor nodig, maar die staat nog op zolder. En ik vind het lastig als we hem nu naar onder gaan pakken. En vervolgens moet hij toch weer naar boven, omdat we daar nog een lampje moeten maken. Dus ik ga gewoon even tot zover hoe ik kan en doe ik dat puntje een andere keer wel. Oh, ik ben gewoon bijna klaar. Ik heb gewoon alles wat ik heb kunnen doen waar ik bij kan en waarvan ik de kleur had, dat heb ik geverfd. Dus dat is deze wand helemaal, die. Alleen het is hier dus nog het topje, zoals je kan zien. Maar daar heb ik dus een lange ladder voor nodig en ik moet nog een heel klein beetje verf bijhalen. En zodra deze lampen hier weg zijn, kan ik ook gaan beginnen aan het roze stuk. Maar dan ga ik wel deze week de verf al halen. En dan haal ik ook al de groene verf en dan kijk ik even wat eerder lukt. Of dat ik dit puntje afmaak of dat de lampen al weg zijn en dat ik dan de roze muur kan gaan doen. Maar ik ben echt super blij, ik had niet gedacht dat ik het al ja, zo ver zou komen eigenlijk vandaag. Dus ik vind echt, oh, ik ben echt blij. En ik vind het zoveel gezelliger al worden. Ik denk het, ja, het wordt echt al langzaam een atelier. En oh ja, ik heb er echt zin in. Nou, het is vandaag dinsdag. En dat heb ik jullie nog niet verteld. Ik mag iets superleuks doen voor morgen. Dus daar ben ik vandaag mee bezig. Ik mag vanuit Team NL hebben we morgen weer een extra dag in Naaldwijk. Superleuk, daar heb ik echt heel veel zin in. En dan komt Mark Rutte, die komt langs. Dus daar gaan we een gesprek mee aan. En we mogen ons vakgebied laten zien, zeg maar. Dus ik mag wat gaan maken. Dus ik heb voor mezelf heb ik een haarcorsage. Ook allemaal dus in oranje kleuren, dat leek me wel leuk. Dus ja, een soort van bloemen. Dus die komt bij mij in de haren. Ik heb een corsage van Mark Rutte. Het is hetzelfde modelletje. En het zit op een magneetje, dus dat is ook altijd wel fijn. Ik moet alleen even kijken naar het steeltje, want die vind ik iets te dik. Kijken of ik die iets sierlijker kan maken. En ik mag nog een extra boeket maken. Daar heb ik ook in diezelfde blaadjes van gemaakt. Kijken, krijgt u dit scherp? Dus heb ik er een paar van gemaakt, zodat ik dat kan meebinden in het boeket. En ik ga gewoon een heel lief, ja, rond boeketje maken, eigenlijk heel compact, want dat past wel bij mij, het compacte. Dus daar ga ik vandaag lekker mee aan de slag. Maar dat is pas morgenmiddag, dus die corsages ga ik morgenochtend plakken.
dat ze wel nog gewoon op zijn mooist zijn. En het boeketje kan ik nu wel aanmaken, want dat staat gewoon op water. Dus let's go! Net afgemaakt en ik ben eigenlijk echt heel erg blij ermee. Hij is best wel mooi geworden, vind ik. Dus ja, ik ben helemaal happy. Ik ga hem jullie laten zien. Ik heb ook foto's ervan gemaakt met de camera, dus dan plak ik die er ook natuurlijk in. Maar dit hier is hem geworden. Hij is echt, aan de onderkant heb ik hem helemaal afgewerkt. En daar zitten blaadjes in. Dus hij is wel vrij zwaar, dat wel, moet ik wel zeggen. Maar hij is wel goed gelukt en ik vind de kleur ook echt geweldig. Kijk, als je hem dan, ik heb morgen dan zelf een oranje haarcorsage in. Als je hem dan hier bij dat oranje houdt van de kleren. Dat is toch geweldig? Nou, goedemorgen allemaal. Ik over een half uurtje vertrek ik naar Ewijk. Nee, naar Naaldwijk. Voor Team NL en dan gaan we dus Mark Rut ontmoeten, maar dat heb ik jullie gisteren al verteld. Vanochtend, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik er corsages afgeplakt. En ik ga hem nu, want deze is voor mijzelf, voor in mijn haren, dus die ga ik nu in doen. En dat is wel een beetje lastig, omdat ik het natuurlijk bij mezelf doe. Maar dat komt wel goed, denk ik. Maar ik neem jullie wel mee in het proces. Vandaag zaterdag.
En ik sta in mijn atelier, zoals je kan zien. Ik had deze week zijn tafels binnengekomen voor de workshoptafels, werktafels voor in mijn atelier. En dat zijn van zo'n staan-zittafels. Daar heb ik er 2 onderstellen van en 2 bladen. Maar die moeten nog opgeschuurd worden. Dus ben ik even aan het verven nu, dat ze er iets hipper uitzien. Ik ben net bij de Horenbach geweest. Ik ga echt nooit meer op de zaterdag naar de Horenbach, want het was echt super druk. Ik ben er 1 uur geweest voor alleen verf te halen en wat wieltjes. En ze hadden ook nog 2 wieltjes tekort, dus ik ga daar ook nog naar een andere Horenbach om die nog bij te halen, dat we de tafels hopelijk vandaag klaar kunnen maken. Dus ik ga die nu eventjes verder afspuiten en dan zal mijn vader terug zijn van de winkel en dan ga ik eens even naar de andere Horenbach rijden.